Hallo, mijn naam is Chanel Tabiramas en ik neem je mee op reis door alle stropdasknopen heen die de mens kent. Ga je mee? Vandaag heb ik een bossenknoop in de aanbieding. Deze is gemaakt door een Amerikaan. McMorris heet hij, geloof ik. Hij heeft ook een eigen pagina. Hij doet hem iets anders dan dat ik hem doe. Maar het blijft een hele mooie knoop. Omdat de dunne zijde bovenop de brede zijde valt, ontkom je er niet aan om deze knoop met een vest, trui te dragen of een cardigan. Maar het heeft echt iets moois. We gaan hem knopen. Ik heb de brede zijde van mijn das aan mijn linkerkant, dunne zijde rechts. En ik maak eerst een vouw in de brede zijde. Het maakt op zich niet zoveel uit hoe, want de dunne zijde komt er boven overheen. Ik ga rechts over links, achterlangs door, door het midden, terug naar dezelfde kant. Vervolgens ga ik achterlangs door. En haal ik de slag door het midden en ga ik terug naar rechts. Wat ik nu ga doen is eenmaal voorlangs, achterlangs en nog een keer voorlangs en naar achteren. En nu ga ik achterlangs door en ga ik net als bij een Morel knoop de dunne zijde naar voren halen, alleen ik haal hem door beide lussen heen. Dat betekent dat ik iets wat ruimte moet maken. Door beide lussen heen halen. En op deze manier krijg je een soort van kruiseffect. Een cross effect. Ik kan de brede zijde vastpakken, knoop iets aantrekken. Bovenzijde mooi volder overheen, kraag omlaag. Das achter je vest, trui of cardigan. En op deze manier hebben we een bostonknoop. Nou, zoals je ziet, een vrij eenvoudige knoop. Hij heeft iets weg van de Prins Albert, de Victoria en een Morel. Je krijgt er een hele mooie uitstraling voor terug. Een hele strakke knoop. Laat me weten wat je ervan vindt. En als je geïnteresseerd bent in nog meer kanalen, kun je abonneren. Of in nog meer knopen, dan kun je abonneren op dit kanaal. We hebben een Facebookpagina, een Google Plus pagina. En binnenkort hebben we ook nog www.stropdassenman.nl. Ik zie je graag bij een volgende knoop.